Daarom heeft hij in uitgaan zijn Soefi-boodschap ook genoemd een boodschap van liefde, harmonie en schoonheid. En dat hoort allemaal bij elkaar, want harmonie schept schoonheid, schoonheid roept liefde op en liefde stelt je weer in staat om harmonie te maken. Door de tijden heen zal de mensheid altijd gedacht hebben dat we grote behoefte hebben aan deze drie aspecten. Ja, zeker. Ja. Als we 2 decennia terugkijken, was de wereld misschien economisch verdeeld. Ja. Nu lijkt het wel alsof de wereld verdeeld is door het verschil in godsdienst, het verschil in inzicht. Ja. Ja. Eigenlijk is het soefisme op dit moment heel actueel. Ja. Ja, dat vind ik ook. En dat is een van de redenen waarom ik het zo buitengewoon belangrijk vind. En nu alle tijd die ik heb gegeven om dat, me daarin te verdiepen en dat ook uit te dragen. Je kan inderdaad zeggen, we zijn in een fase gekomen waar de mensheid technologisch en economisch tot een eenheid is gemaakt. We hangen allemaal met elkaar samen in de economie. Je weet het niet altijd, maar alles wat we gebruiken is van alle mogelijke plaatsen gekomen. Dat is een ongelooflijke verwevenheid, een grote eenheid, maar die eenheid hebben we in ons denken en voelen niet bereikt. En dat is een groot probleem, want die techniek vraagt om eenheid, die vraagt om samenwerking, om die techniek op de juiste manier te ontwikkelen en daardoor ons leven in de juiste richting te sturen. En die verschillen, die komen omdat, juist omdat mensen onvoldoende bewust zijn van dat innerlijke licht, dat niet hebben ontdekt, wel er naar zoeken, hè, want alle religies bedoelen de mens tot God te brengen, of Allah, of hoe dat ook genoemd wordt. Hè. Ze hebben allemaal diezelfde doelstelling, want al zijn die namen verschillend, het gaat natuurlijk om één goddelijk wezen. Maar als je niet het contact daarmee beleeft, en je zoekt het in de vorm van de eredienst, de manier waarop dat beschreven is in geloofstellingen enzovoort. Ja, daar zijn verschillen. En dan is het probleem juist dat het gaat hier om iets wat een mens, alle mensen, heilig is. Want het wil tot de heelheid van het ene brengen. Maar als je dat heilige ziet in die vorm, dan kom je in grote problemen. Want dan zie je andere mensen met een andere vorm. En ja, die kunnen niet allebei waar zijn. Als je dat als het ene beschouwt, ja, dan krijg je in grote moeilijkheden. Dus dan wordt een ander geloof, dat wordt als afgodendienst gezien. Als ketterij. Ja. Zelfs binnen één religie komt dat dan voor, zoals je in de islam de soenieten en de shiiten hebt, die elkaar vaak op een verschrikkelijke manier naar het leven staan, omdat ze verschillende ideeën hebben over wat er gebeurd is enzovoort. Allemaal aspecten van de vorm. En nu hebben we dus in deze tijd meer dan ooit nodig om die eenheid te gaan zien. En daarom is de Soefi-boodschap van Inayat Khan een boodschap van universeel soefisme, zoals ik het in mijn boek heb genoemd. Universeel soefisme, omdat het heel duidelijk het zoeken naar die ene in alle religies ziet. En al die religies dat ene zoekt en naar voren wil laten komen. Daarom hebben we onze universele eredienst, waar 6 grote religies een plaats in innemen. En waar dan in het ritueel het symbool speelt, dat aan 1 kaars die het ene goddelijke licht voorstelt, al die kaarsen voor die 6 religies worden aangestoken, die symboliseren het licht van die religie. En dan wordt uit een van de heilige boeken van ieder van die religies over het onderwerp van die dienst een korte passage voorgelezen. Dan zie je zowel wat de vorm van die religie is, die zijn allemaal verschillend, verschillende manieren van zeggen en uitdrukken. Maar je ziet
dat het allemaal toch naar hetzelfde wijst. Dan beleef je die eenheid. En dat is een hele belangrijke ervaring. En daardoor komt dan ook die Soefi-boodschap naar voren. Want in de toespraak wordt dan duidelijk gemaakt hoe dat ene onderwerp begrepen kan worden en hoe je kunt begrijpen wat die verschillende religies daarover ook gezegd hebben. Soms zeggen ze hetzelfde, soms laten ze verschillende aspecten zien, waardoor je ook niet aan de beperkte kant van dat onderwerp best vastziet, maar er werkelijk een diep en ruim inzicht in krijgt. Ik vind dat iets prachtigs en ik ben dus erg blij dat we hier die tempel hebben en dat ik daar eens in de maand in zo'n universele eredienst kan spreken. En ik geloof ik hoop dat dat zich langzamerhand in de wereld verbreidt. Het belangrijke is natuurlijk ook dat daarom, Ina het Gaan gezegd heeft, ik breng niet weer een nieuwe religie. Een zevende naast die zes. Dat moeten we niet hebben. We moeten hebben dat al die religies weer gaan zien wat hun eigen essentie is. En zich daar meer op gaan richten. En niet zo identificeren met de vorm. Dus mijn visie is dat op den duur de gedachten van het soefisme in protestantse kerken, in katholieke kerken, in moskeeën, in hindoe-tempels, op de een of andere manier naar voren komen. Wat je veel ziet op dit moment, in deze tijd, dat mensen niet meer naar de kerk gaan, waar ze in hun jeugd nog wel naartoe gingen. Ja, zeker. Ja. En dat komt juist doordat de mensen niet meer die vorm willen. Die bepaalde geloofstellingen, die zijn verstart en dus verouderd. Die komen niet meer overeen met onze huidige, veel verder doorgedrongen wetenschappelijke inzichten. Dus voor mensen die in vrijheid denken, wordt dat heel moeilijk. En ja, dan komen ze vaak naar ons toe. Soms ook naar andere mystieke stromingen. Er is Zen vindt veel aanhang en dat is ook juist geschikt voor mensen, want daar wordt niet met een godsbeeld gewerkt, maar wel gezocht naar die meditatie, die innerlijke beleving. En in het algemeen, de mystiek van de verschillende religies, dat gaat meer aandacht trekken. En ik denk dat langzamerhand die kerken ook meer instellingen zullen moeten worden voor meditatie en voor beleving van de religie. Dat zie ik ook langzamerhand wel komen. Ik heb een heel goed contact op een gegeven moment gekregen met een protestantse dominee in Kampen opgeleid. Een alleraardigste, intelligente man. Die las mijn boek. Die was daar zo getroffen door. En die vertelde mij, nu gebruik ik veel van deze ideeën in mijn preken in de kerk. Nou, dat is een heel natuurlijke manier waarop het soefisme zich ongezien kan verspreiden. En dat geloof ik dat nu in de hele wereld gebeurt. Ongezien, want de zichtbare beweging is nog heel klein. Maar de gedachten zie je hoe langer hoe meer zich verspreiden. En hoe langer meer zie je mensen zoeken naar iets daarvan. Ze zoeken die eenheid. Dat universele spreekt aan. Ze zoeken die beleving, spiritualiteit. Daar spreken ze dan vaak over. Want dat is, ja, een abstracter begrip. En dan is dat probleem van dat godsbeeld niet zo aanwezig. Ina het Gaan gebruikt dat wel. Want hij ziet dat voor onze innerlijke ontwikkeling een relatie tot dat ene goddelijke belangrijk is. En we kunnen niet een relatie opbouwen, dat is althans heel moeilijk, waar we niet enige voorstelling daarvan hebben. Dus hij zegt, een godsideaal is belangrijk, maar je moet realiseren dat dat maar een middel is, dat die goddelijke werkelijkheid er ver bovenuit gaat, boven wat ons intellect kan bevatten. Maar al kan ons intellect dat niet bevatten, we kunnen het wel beleven, want we zijn er zelf een uitstraling van.
Dus dat moet je zien als je dat begrijpt. Dan heb je geen probleem dat een ander mens dat goddelijk ideaal anders beschrijft. Ja. En je moet ook je eigen godsideaal niet laten verstarren. Dat moet niet te levend zijn waar je voortdurend zoekt hoe je het beter kan begrijpen en beleven. Dat moet voortdurend evolueren, steeds een hogere vorm krijgen. Het is als het bestijgen van een trap, zegt hij, naar het gaan. Ieder geloof, ieder godsdienst, één trede van de trap. Je zou bijna kunnen zeggen dat hij zijn tijd ver vooruit was. Absoluut, absoluut. Zeker, hij heeft dat voor eeuwen gegeven. Hebben eeuwen, moeten we nu dat proberen te verwerken. Is er binnen deze beweging ook iets missionairs, wat we bij wijze van spreken bij christelijke ja. of... Ja en nee. Ja, in de zin dat zoals ik dat nu zeg, wij dat zien als bijzonder belangrijk. Dat echt is wat de mensheid nu nodig heeft. Dat we dus willen werken om dat beschikbaar te maken. Maar niet in zoverre dat wij mensen willen gaan overhalen om soefie te worden. Dat we zien dat dat geen zin heeft. Want de mensen moeten daar uit eigen beweging, uit eigen inzicht toe komen. Sofie boodschap heeft naar het gaan ook genoemd een boodschap van geestelijke vrijheid. Je moet in vrijheid, zelf zoekende, moet je tot die waarheid komen. Het kan je niet worden opgelegd, dan leeft het niet. Dus wij zijn niet in die zin missionarissen. We willen niet iemand van een religie afbrengen, natuurlijk niet. De religie kan niet ook in vinden. Ja. Hoogstens willen we, als hij vragen heeft, problemen heeft, zien of we daar licht op kunnen werpen. Een beweging die uiteindelijk voor veel mensen een antwoord zal zijn. Ja, dat geloof ik, ja. Dat geloof ik. En het heeft natuurlijk al veel meer mensen getroffen. De boeken die steeds meer verspreid worden, gelezen worden. Mensen die naar onze lezing en diensten komen. Maar ja, er zijn toch altijd nog veel mensen die het niet weten. En toch vinden ze dan vaak iets. Want ergens is die idee in de collectieve bewustzijn van de mensheid aanwezig. En zo werkt het ook. Die naar het gaan, dat heeft mij getroffen, die heeft een keer aan zijn medewerker gezegd, toen ze op weg waren naar een voordracht die hij zou geven, en toen zei die medewerker, nou dan moet u alweer een lezing geven, en u hebt dan zoveel gedaan vandaag. En toen zei hij, wat ik in die uiterlijke wereld doe, is gering in vergelijking met wat ik in de innerlijke wereld doe. Het innerlijke werk, in de meditatie, die gedachten, in de collectieve denkwereld van de mensheid, leven te geven. En dat zie je omdat er voortdurend soortgelijke vormen, ideeën naar voren komen. Zo werkt het. En vaak een aspect ervan. Terwijl de boodschap al die aspecten omvat.